Hallo beste volgers, welkom in Elburg, een leuk vestingplaatsje dat in 1250 of zoiets stadsrecht heeft gekregen. Vestingstadje, want kijk eens, we zitten hier vlakbij de wallen. En nou, het ziet er allemaal heel indrukwekkend uit. Je kan er overheen lopen, wandelingetje maken. En nou, zo ga je dan het stadje in. Echte vesting. Ja, het ziet er toch wel indrukwekkend uit. Hè? Met een soort muur en een soort toren daar op het einde. Zeg je wat we hier kunnen zien? Nou ja, niet veel. Hè? Het riool. Grappig gedaan. Prachtige pakhuizen. Ja, dat geeft wel iets aan van de welstand van deze plaats. Postkantoor. Nou, nog een brievenbus. Een van de vele kerken, Rehoboth. Nou ja, het zal wel hem. Hier de grote kerk. Is dat niet de Zuiderkerk of zoiets? Of Nicolaaskerk? Ja, het is een mooi gebouw hoor. Maakt geluid. Ja, mooi. 12:30. Dit waren allemaal bagijnwoninkjes, zeg. 15e eeuw al. Allemaal ja, prachtig rondom de Nicolaaskerk. Goed gesitueerd. Door het theehuisje, koepeltje. Het leek wel een beetje Chinees. 12:33. Ja, een waterpomp. Heel belangrijk. Wat een sfeertje, hè? Het is niet groot. Kijk, hier hebben we het weeshuis. Ja. En dit is dan nu het Orgelmuseum. Ook belangrijk natuurlijk. Kijk, het is een echt bordesje. Oh. Arentoe Boekophuis. Nou, als je zo'n huis hebt, zeg. In die tijd, hè, indrukwekkend, ja, het is een heel groot, massief pand. Je zou bijna zeggen, het is een kasteel. Of ja, het is een herenhuis van grote klasse. Even een blik op toch wel een van de aandachtstrekkers van deze plaats. Dat is het oude klooster. Ja, ja, het is aan de Juffertjesstraat gelegen. Dus ongetwijfeld een vrouwenklooster. Dus nou ja, moet je kijken zeg, die zijkant, wat een groot, zwaar gebouw. Ik denk dat dit een mooie zijkant van het klooster, kijk die bestrating toch wel zo mooi. Kelder, raampjes, deurtjes, ja het is een heel indrukwekkend pand. Doodlopende steegjes, en kijk dat wegdek toch eens hoe mooi gelegd allemaal. Oude gebouwen, oude muren, oude restanten. Ja, er heeft hier echt een hele flinke stad gestaan hoor, vol leven en welvaart. De Beekstraat, nou ja, hier moet je toch zien. Ja, het moet een beetje stromen voor de stank, is het beter. Kijk, een hele oude muurwoning daar in de verte. Zicht op de muurwoningen, heel bijzonder. Nou, dit is ook weer een toegangspoort, of wat er van over is. Dat de mainpoort geweest, die hier ooit gestaan heeft. Een stukje muur, behoorlijk dik. Het ziet eruit als een donjon. Kijk, die muur, ja, dat is de stadsmuur dan, hè? Met de muurwoningen. Al oude huisjes. Kijk toch eens die stenen, hè? Goed onderhouden, dat wel. De oude haven. En dan gaan we zo richting de vispoort. Het zou dan heerlijk zijn als er ook een visje te eten was. Ja, mooie oude boot, hout. Elburg allemaal, hier zo Elburg 68. Allemaal kleine bootjes en een grote boot. Kijk eens, de weg naar de poort. De enige poort die er nog is. En dat is dan de vispoort. Fraai uitzicht zo hier vandaan. De haven, de herberg, ja, de oude vispoort. Hij kan al dicht, er zitten deuren in. Ja, als de vijand komt, een gezicht op deze mooie oude toegangspoort.
De enige echte. Kijk eens, hier een echt sluisje. Ook vlakbij de vispoort. Origineel, zo'n muziekkapel vlakbij het oude rechthuis. Dit is dus het centrum. Ja, het is allemaal autovrij. Nou, mooi, hè? Dit is de beek. De bomen aan weerskanten. Ja, de smeesteegje, allemaal oude huizen. Het oudste huis zijn van Elburg. Zou kunnen. Nou, beste volgers, ik zou zeggen, kom gerust een keertje langs in Elburg. We nemen afscheid van jullie aan de voet van deze mooie visserspoort. Ik zou zeggen, tot ziens. Dag.